Een hele goede morgen. Super leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe vlog. Vergeet geen duimpje omhoog te doen. En hier beneden te abonneren. Ik doe mijn schoenen aan, want ik ga onderweg nog. Ik heb nog een drukke dag. Waar is de druk? Ik heb veel op de planning staan. Kindjes zijn nu klaar met school. Die hadden een korte dag. Maar ik ga nu eerst naar de dierenarts. Ik had gisteren, als jullie de vlog van gisteren hebben gezien, de poep ingeleverd van onze nieuwe pup Kiara. En dan hadden we ook gisteravond gelijk gebeld met de uitslag. Toch iets van wormen of zo in haar buikje. Dus daar ga ik nu medicijnen voor ophalen. En dan hopelijk is ze er snel vanaf. Daarna haal ik de kindjes op. Rijden we samen met het kindje door. Ook weer van alles doen. Dus kijk naar gezellig met ons mee. Kiara ligt hier al bij de voordeur, want ze weet dat ik wegga. Maar ze kan niet mee. Want mijn auto gaat helemaal vol zitten straks, schat. Je kan niet mee. Ik moet even thuis blijven. Ja, bij de andere hond. Niet in mijn oorbeten. Bij de andere hondjes, ja. Oké. Okay. Blijf je even lekker thuis, kind staartje. We zijn zo weer thuis. We zijn zo weer thuis. Je hebt eten, drinken, de andere hondjes heb je. Mandje. Speelgoed. Tot straks, schatje. Ik ben blij. Tot straks, schatje. Tot straks, schatje. Ja, stom dat je niet mee kan. Wordt ze niet groot, jongens? Je wordt groot. Je wordt groot. Ga je pilletjes ophalen, schat? Straks. Tot straks, knuppert. Tot straks. Kijk, je beertje is er ook. Kijk, je lievelingsbeer. Tot straks, popje. Tot straks. Oké, eerste bestelling voor vandaag. Dierenarts voor medicijnen. Kiara. Nou, trouwens. Als je denkt, wat heb je vanmorgen niet gefilmd? Waarom allemaal mannen die mijn badkamer moesten maken? Het is allemaal gelukt. Het is helemaal af nu. Vorige keer was het niet helemaal afgekomen. Dus nu wel. Dus vandaar dat ik daar niet gefilmd heb. Ik was gewoon thuis. Wacht tot die mannen een keer klaar waren. En dan kan ik nu gaan doen wat ik moet doen, jongens. Stap 1, dierenarts. Ja, yes, dierenarts ging goed. Twee verschillende medicijnen die ze moet. Eentje 7 dagen, eentje 3 dagen. Ik ga nu door de kinderen ophalen. Okay, ik heb de kindjes opgehaald van school. Dan had ik een idee naar alle winkels gaan, allemaal dingen moesten kopen. Sprak ik zo. Alleen toen hadden we bedacht, we gaan zwemmen, want het is veel te warm om nu te gaan winkelen. Dus we zijn onderweg, jongens, met onze zwemspullen zijn opgehaald. Hebben we weg naar het zwembad. Gaan we even 2 uurtjes zwemmen en dan weer snel terug naar huis. En die bak staat bij de sauna. Oh, je toch hier in de sauna. Ja. Oh, daar ga ik nu niet in, hoor. Ik heb toch warm genoeg, gaat er maar. Gaat er maar. Je hebt een sauna en niet. Infrarood. Ik ruik het al. Ik weet niet wat het is. Zo rustig. Dat is het zwembad. Oh, zie die bandjes. Oh, kijk, zo daar. Ja. Oké. Okay. Wacht een beetje, niet echt. Wat is dat hoor? Goed zo. Ja, ze zijn al verkleurd. Wat kan je nou zo in de bak gaan? Goed zo. Ha 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 ha.
Baby. Mama, ja. Dat boot overleefd. Dave. Oh. Je kan ook gewoon in dat badje gaan, hè? Dat is wat dieper voor je. Waarom? Ja, lekker toch? Er zijn andere mensen zijn, hè? Oh, maar deze kant. Oh, mijn. Dan maar even. Ga maar gaan. Oh, dit moet dicht. Mimi, kom, we gaan eruit, schat. Dat was ik. Oh, mijn. Wat je bent? Ja, als ik zo doe. Scan maar, schatje. Ja. Zie je dat? Hoe voel jij? Ja hoor. Hij doet het niet. Wat zegt hij? Uitgang niet akkoord. Mama, weet je wat? Je gaat gewoon... Als je de hele tijd een rondje gaat doen. Ja. Een heel rondje één keer. Dan gaat hij... Nee. Ga maar deze kant, schat. Nee.